Ja, Tarik, we spraken je vorige week. Toen was je nog in de zevende hemel om je titelgevecht. Het ging deze week opeens heel erg anders. Hoe heb jij deze week beleefd? Drama, om eerlijk te zijn. Ik heb echt gewoon tranen gelaten, want je traint er zo hard voor. Maar het is niet die tranen van... het lijkt een beetje onrecht, want het gebeurt me elke keer gewoon. Elke keer. Ik heb nog nooit een normale wedstrijd gehad. Elke keer. Ik wil geen slachtoffer lopen spelen of zo, maar... Dus ja, dat heeft me wel echt mentaal even geraakt. Zwaar. Ja. Je kan ook zien dat het je emotioneert. Wat maakt je zo emotioneel hierom? Ja, het is gewoon iets, die titel wil ik zo graag. Dus ik strijd er zo hard voor. Ik heb er zo hard voor getraind. Ik ben zo fit geweest voor deze wedstrijd. En ja, en dan elke keer die tegenslagen. Dan denk je, oké, nu even mentaal weer volop staan. En dan komt het wel goed. En dan gebeurt het de volgende keer weer. Ik had het ook met mijn trainer over. Ik zeg, ja, ik weet niet nu wat ik moet geloven voor mijn volgende wedstrijd. Of het wel doorgaat of niet. Dan train ik toch wel misschien wat minder, denk ik, ja. Mijn wedstrijd gaat toch nog niet door. En toevallig had ik tegen Mike ook gezegd. Ik had tegen hem gezegd van een paar maanden geleden of zo. Ik zei tegen hem, ik heb het gevoel dat mijn wedstrijd niet doorgaat. Dat hij gaat afzeggen. Ja, nee, niet zo negatief. Maar ja, toch wel, dan doet het toch wel mentaal wat met je. Ja. Waarvoor dacht jij toen dat hij misschien wel de wedstrijd zou afzeggen? Ja, omdat hij in 12 weken 4 landen is gegaan. En dat lijkt me, en zonder ze trainen. Dus dat leek me al, ik vond het heel verdacht. Ja, ik weet niet, hij kan gewoon ziek zijn of niet. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar dat vond ik gewoon heel verdacht. En ik kreeg al zo'n naar gevoel. En toch heb ik hem er bovenop gezet en toch mijn voorbereiding kunnen afmaken. Ja. Is dat dan lastig? Het is natuurlijk een hele kleine wereld, die kickboxwereld. Iedereen kent elkaar. Nou, we hebben natuurlijk allemaal de beelden gezien van nou ja, dat hij nog feestend, bij wijze van spreken, in Thailand zat. Heb je het idee dat het echt zo is of... Ja, eerlijk te zijn, mijn gevoel zegt van niet. Dat het niet dat er misschien iets anders aan de hand is. Maar ja, ik wil hem niet beoordelen. Hij heeft al genoeg op zijn hoofd gekregen. Dus weet toch, ik hoop voor hem dat hij gewoon met een duidelijke met een duidelijke antwoord komt. En ja, ik probeer me gewoon te focussen nu op mijn andere tegenstander. Ik heb hem gewoon achter me gelaten. En ik ga deze titel pakken. En als ik dat heb gepakt, voel ik me gewoon alsnog de kampioen. Dan krijg je eigenlijk redelijk snel een nieuw gevecht. Hoe schakel je dan om? Want je gaat van groot verdriet naar oké, ik moet de knop weer omzetten. Nou, om eerlijk te zijn, ik vind het wel ik ben met Moemi vast ik goed, ben ik goed. Ik ken hem heel goed. Hij had mij die avond gebeld, videobellen. Hij zegt tegen mij, ja, echt kut voor jou. Hoe voel je dit, dat? Ik zeg, ja, echt kloten. Hij zegt, en mentaal? Ik zeg, ja, mentaal ben ik er gewoon echt klaar mee. Hij zegt, wil je niet met iemand anders vechten? Ik zeg, nee. Dus ik heb er gewoon echt moeite mee om mezelf weer op te rapen. Hij zegt, oh, oké. Kloten maar voor je. Sterkte. Half uur later plaatst hij bij Glory. Ik bied hij zich aan. Dus dat heeft mij echt wel een tik gegeven, een schop onder mijn kont. En ook weer motivatie, denk ik, oké. Ja, dus hij belde je op van sorry, of van hé, wat vervelend. Maar hij gaf niet aan jou aan, wil je tegen mij vechten? Nee, hij zegt blijkbaar dat hij dat moest doen van zijn manager. Maar ja, alsnog, als je weet dat ik mentaal kapot ben en je bent een vriend, een goede vriend en ik spreek je gewoon wekelijks, dan ga je jezelf niet zo aanbieden. Dus ja, maar hij hoeft ook geen smoes of zo te verzinnen dat hij korte tijd heeft of wat dan ook. Want niemand heeft hem gevraagd om te vechten. Hij heeft zichzelf aangeboden. En als je jezelf aanbiedt, dat betekent gewoon dat je fit bent. En dat gaan we gewoon zaterdag zien. Zorg ervoor dat dit een ontzettend beladen gevecht is. Want en je bent teleurgesteld dat je niet tegen Abena kan vechten. Maar je hebt nu dus ook nog een vriend, of in ieder geval een vriend die dat was, die je dit een beetje flikt. Is dat, hoe zit dat nu in je hoofd? Ja, ik heb hem niet gesproken, dus ik weet niet hoe hij erover denkt. Maar ja, het heeft me wel geraakt, eerlijk gezegd. Het had me wel geraakt. En hij heeft me ook weer motivatie gegeven van oké, ik weet waar ik sta. En dat gaan we gewoon zaterdag doen. En dan geef ik hem alsnog een handje. Want zo iemand ben ik wel. Ik ben gewoon goed met iedereen. Ik probeer het goed te houden met iedereen. We gaan ondanks alle dingen die voorgevallen zijn in die voorbereiding, gewoon een echte ouderwetse Tarik Gbebes zien. Ja, tot 100%. Ik krijg al kippenvel als ik eraan denk. Nou, ik ga echt... En ik heb vooral die reacties, dat heeft me echt weer een motivatie gegeven. Al die reacties, al die fans,
duizenden mensen echt gewoon die zeggen, ja, we komen speciaal voor Tarik. Dus dat heeft me wel weer gemotiveerd om hun een showtje te geven zaterdag, inshallah.